meneer ben je geweest. En dat? Janine. Janine. Ja, Sabine. Ja. Nee, ja, een jaar of zeven was. Nee, nee, nee. Vijf en half. Ja, dat is deze, zie ze. Schorvintje, nee. Ja. Schorvintje. Oh, ja, 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 ja. Eerst en vooral wil ik moeder, oudste zuster Jo, hartelijk danken voor de uitnodiging ter gelegenheid van de onderste verjaardag van zuster Benedicta Caroline. Ook speciaal dank aan al de vrijwilligers die er iets speciaals van gemaakt hebben. 1939. Meneer en mevrouw Detienne brengen de kleine Jacques Israël uit Congo naar België, naar het Kind Jezus Pensionaat in Wolfersveld. 1940. De Tweede Wereldoorlog breekt uit. Het pensionaat wordt gesloten. Ik ben 6 jaar en zonder familie. Wat gaat er met mij gebeuren? Moeder overste Marguerite van het klooster in Willebroek zegt dat de kleine Jacques wel naar het klooster mag komen. En zo verhuis ik van Wolverdam naar Willebroek. Op school vraagt de vader van een meisje die op de gemeente werkt aan moeder Marguerite: wat moet er met die kleine Jacques Israël van Joodse afkomst, wat moet dan gebeuren? De Duitsers wilden al de Joden registreren om, zoals jullie allemaal weten, te deporteren. Moeder Marguerite antwoordde: schrap de naam van de kleine Jacques Israël maar weg. Dit was mijn redding. Gedurende de Eerste Oorlog heb ik ondergedoken kunnen overleven in de kelders van het klooster samen met alle zusters. En als ik angstig was, mocht ik in de bed slapen van mijn lieve zuster Benedicta. Dankzij alle zusters sta ik hier nu voor jullie om samen met zuster Benedicta Caroline haar onderste verjaardag te vieren. Ik denk vandaag speciaal aan al de lieve zusters, in het bijzonder aan moeder Marguerite, zuster Gilbert, zuster Philomène, zuster Antoinette en nog andere zusters die ons reeds verlaten hebben en waarschijnlijk staan toe te kijken
meeluisteren naar mijn kleine toespraak. Met de hulp van alle zusters ben ik geworden wie ik nu ben. Een gelukkige man met een mooie familie, reeds meer dan 53 jaar gehuwd met de lieve Janine, mijn vrouw. Zolang ik leef, zal ik contact houden met de lieve zusters. En ik ben dan ook dankbaar dat ik regelmatig contact heb met zuster Mechtilde en met zuster Pia. Vandaag heb ik het geluk gehad van nog een aantal zusters te mogen ontmoeten. Zuster Gabrielle, die met mij ook in Willebroek waren in de oorlogsjaren. Het is echt een genoegen en een geluk voor mij jullie allemaal gezond te mogen terug te zien. Ik bid God van Israël dat alle zusters nog vele gezonde jaren tegemoet gaan en het ganse harte dank in jullie. En de woorden schieten tekort om uit te drukken hoe dankbaar ik ben en ook hoeveel ik van jullie hou. En zuster Carolina, nogmaals proficiat, mazal tov en tot 120 jaar. Ja. En ik ben heel blij al de gezichten van de familieleden te zien. En ik dank iedereen. En ik zal Maria woordje zeggen. Dank, dank, dank allemaal. Ja.